Is het ook wel eens niet leuk om een broer te broeden met Down te hebben? En wanneer dan? Nu is het eigenlijk gewoon oké, nu ik ouder ben en jij ook ouder bent. Ja? Nu vind ik het eigenlijk totaal geen probleem meer. Maar ik denk dat er wel momenten zijn geweest toen ik jonger was dat ik het soms wel lastig vond. In de zin van dat jij natuurlijk altijd wel heel graag op de voorgrond wilde staan en zo. En dat ik soms wel... Op achtergrond stond? Nee, dat was het probleem niet zo. Maar meer dat ik me soms wel eens kon schamen voor dingen die jij deed. En dan vooral toen ik zelf in de puberteit zat. Dat ik soms wel eens kon denken van, kan je nou niet gewoon normaal doen? Ja. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel zo toen we jonger waren, dat ik ook wel een beetje gebruik kon maken van jou met je Down. Ja, weet ik. Hè, als we ergens waren waar veel mensen bijvoorbeeld waren bij een podium. Of er kon ergens gratis ijsjes of ballonnen of wat dan ook. Mam, ik neem Sjoerd even mee hoor. En dan konden we wel naar voren, weet je wel. Of dan, dus ik kon er ook wel gebruik van maken af en toe. Ja. Maar dat is echt meer vroeger en nu is het gewoon... Gewoon oké. Ik vind het eigenlijk totaal geen probleem verder. Nee.